Alsjeblieft. Dankjewel. Fijne dag. Dankjewel. Wat doe je het liefst? Koffie zetten of boeken verkopen? Het allerliefst, zeg maar, lig ik gewoon de hele dag in die boekwinkel. Dat is het allerleukst. Maar ja, koffie zetten is ook heel cool. En zeker bijvoorbeeld op dinsdag. Dan open ik, kom ik hier binnen en dan zet ik alles klaar. En dan de eerste kop koffie die ik maak, dat is echt fantastisch. Elke keer denk ik weer van, oh, wat is toch leuk om koffie te maken. Nou, Stevie, wat schaft de pot vandaag? We maken groene groente gazpacho. Dus met bleekselderij, komkommertje, beetje paprika. We doen ons best hier om zoveel mogelijk gewoon zelf en vers te maken. En dan als het even kan ook nog seizoensgebonden. En ik probeer ook wel veel dingen gewoon lokaal te halen. Ik vond zelf, heb ik echt onwijs genoten vroeger als kind altijd van de sfeer in een boekwinkel. Omdat je daar gewoon ook in een boek mag bladeren en mag kijken. En dat je dan uiteindelijk ook gewoon met een boek naar huis gaat. En dat was echt altijd heel fijn. Ik vond het qua sfeer altijd heel fijn. En wat heb je met je hand gedaan? Pols gebroken. Oh jee, hoe dan? Ik ben hier bij het politiebureau. Ben ik overigens even steengestrapt. Oh echt? Ja. Oh shit zeg. Ik dacht nog even dat je misschien van je pony was gevallen. Maar, nee. Ik denk dat we echt wel nog meer dan we onszelf misschien realiseren. Toch wel een hele belangrijke rol spelen. Ik merk dat heel veel aan gasten en hun kinderen. Wat wij natuurlijk heel veel zien is een vrouw die eerst in verwachting is. En dan komt ze later met de baby. En dan komt ze met de ouders en de baby. En... Is die koffie verkeerd? En latte macchiato moet ik nog maken? Nee, latte macchiato had je weg. Het is heel erg een buurtding, zeg maar, waar mensen elkaar ook echt ontmoeten. En waar wij ze ook nog wel eens met elkaar in contact brengen. Want wij kennen mensen echt ongeveer iedereen. En dan weten we, oh hé, maar die doen eigenlijk hetzelfde. Of zitten in hetzelfde vakgebied. Wat grappig, kennen die elkaar niet. Of weet ik wat, dat is echt heel leuk. Alles is heel persoonlijk, weet je. Die winkel is persoonlijk. Het is een gedeelte van haar persoonlijkheid, ook van mijn persoonlijkheid. En dat zie je er gewoon in terug. Net zoals we hebben op die paal presenteren onze favoriete boeken. En je staat je naam onder. Dat zie je ook in heel veel dingen zie je Petra of mij of iemand anders die hier werkt gewoon terug. Een moeder van 4, eigen zaakje wat 7 dagen in de week open is. Hoe doe je dat? Wat is je geheim? Nou, het allergrootste geheim is, en het is echt helemaal geen geheim, want het is echt super, 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 super simpel. Maar je moet het gewoon doen. Dat is het enige. Maar eigenlijk komt het altijd daarop neer, zeg maar. Want het zit. Mensen hebben de. Weet je, je hebt de goede gedachten, je hebt het goede idee. En het regelt zich wel. Je moet het gewoon doen.